Joker. Du hoppar nåt i, tre klurar enan på ti. Du hoppar nåt i. But if you close your eyes. Hey, goedemorgen allemaal en leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 4 augustus en het is nu 10:30, bijna 4 minuten is het 10:30. Ik ben alweer echt 20 minuutjes wakker. Ik ging net in bed liggen. Of ja, dat lijkt me logisch als je net wakker wordt. Maar ik lag in bed, zeg maar, ging vlogs kijken van Marcia en zo. En daar ben ik nu op 11 minuten. Ik moet nog 9 minuten. Ja, vandaag is de laatste dag dat ik hier ben. Dus zeg maar, ik ga over een paar uur naar huis. Dan ga ik mijn spullen droppen. Thuis. En dan ga ik vanavond naar de verjaardag van mijn nichtje toe, super zin in. Want mijn nichtje is vandaag jarig. Happy birthday als je dit ziet. Maar ik ga vanavond ook nog wel happy birthday tegen je zeggen. Ik ga lekker even liggen met. Oké, inmiddels. Het is best wel. Ik ben nu wel achtergekomen dat het wel fijn is als je gewoon. Want ik heb nu 4 dagen met die vriendin, zeg maar, geslapen in. En je komt er wel achter dat je echt, als je op jezelf woont, dat je nergens meer rekening mee hoeft te houden met hoe laat je thuis komt. Dat je nog in de avond even snel gewoon zonder oortjes los kijkt om 1 uur. Dat je gewoon lekker kan doen waar je zelf zin in hebt, kan uitslapen. Want ik heb nu ook mijn wekker niet gezet en het is nu 10:30. Ik dacht dat ik niet eens hoorde. Maar, dus ja, weet je, dat soort dingetjes. Dus dat lijkt me wel echt fijn. Maar aan de andere kant lijkt het me ook wel fijn om gewoon thuis te wonen. Want je hoeft niet te koken. Want als je op jezelf wil, moet je koken. De was moet je doen. Schoonmaken en zo. Dus dat hoef je dat allemaal niet te doen. Maar als je op jezelf woont, wel. Dus, yes. Ik ga nog even de vlog afkijken. Mijn camera is trouwens weer 1 streepje. Maar ik kom het nu gewoon wel. Oké, mijn camera heeft nog 1 streepje. En ik ben erachter gekomen dat ik 3 dagen met de batterij kan doen van deze camera. Super chill. Want 2 weken ga ik gewoon niet volhouden met deze camera, maar 3 dagen betekent dat ik hem echt maar 4 keer hoef op te laden. Dat is best wel weinig, maar goed. Ja, ik ga ook best wel veel filmen op vakantie, maar ik ga er weer vandoor. Ik spreek jullie zo en ik ga even wat eten, want hier staat ontbijt. Oké, inmiddels is het 12:45. Ines en ik hebben net Just Dance gespeeld op de Wii. En ik heb in totaal 80 calorieën verbrand. Echt kapot weinig voor een kwartiertje stansen. Maar nu gaan wij een cake maken. En wat voor cake? I don't know. Maar we gaan sowieso een cake maken. En dan, als die cake klaar is, ga ik eventjes mijn tas een beetje inpakken. Want mijn tas is al voor een deel ingepakt. Maar, verder, mijn laptop moet er nog in. En mijn opladers moeten er nog in. En dat soort omheen. Dus ja, ik ga nu eventjes naar beneden die cake met in maken. Dat ga ik natuurlijk ook voor jullie vloggen. En dan zie ik jullie later. In mijn vorige vlog ging ik naar de Parade. Dat is een soort van winkelcentrum hier in Noodorp. Om de nieuwe lijn van Gio en Melanie te kopen. Maar die hadden ze daar niet. Maar ik ben teruggegaan met wat hele andere dingetjes. Waaronder deze yoghurt gums van Kruidvat. En van deze heb ik gekocht bij Kruidvat. Maar is van Marcatja. En die was maar 2 euro. En ik heb ook bij de Albert Heijn. Heb ik mijn favoriete ontbijt gehaald. Dat zijn deze. De Treasures van Kellogg's. En die waren super lekker. Echt best wel een beetje prijzig. Want in zo'n doos betaal je bijna 3 euro. Maar ik vind dit wel echt lekker of zo. Op een of andere reden. Ik moet nog
de basic, goedkopere variant hiervan vinden, maar voor nu moet ik het even doen met dit. Zenny! Zenny! Daar is Zenny! Hoi Zenny! Vind je me irritant? Zenny! Ik heb een verrassing! Je gaat weg! Nee! Dat over een uurtje. Ik heb een verrassing. Zo. Ik ga het geen scheet laten. Ik geloof dat het op je scheet moet laten. Hier is... Ik heb iemand uitgenodigd. Die staat niet gegaan. Kom maar! Er is niemand! Geen verrassing. Dat was de verrassing. Doei. Cookie dough at home. Bitch. Yeah, yeah, yeah. Eigenlijk is Ines moet wat aan jullie bekennen. Eigenlijk is ze ook kokeres, maar ook rapperes, en zingeres, en danseres. Ze is ook schaatseres geweest, en ze kan ook heel goed tekenen. Maar dat noem ik haar niet, want dat is een awkward moment van haar, en dat noemt ze tekenares. En ze kan ook heel goed eten. Dat ga je ook weer weg. 4 uur. Ze kan ook tekenares. Help Ines van de Jamie Fonds af. Echt hoor. Bye. En voor een uurtje, je gaat me missen. Sowieso ga je me missen. Ja, nu niet. Dan denkt ze, no! Maar altijd heeft ze dan nog Jamie bij zich. Okay. Jamie Oliver. That's me. Alleen zonder Oliver. Bye. Je had er zin in, hè? Slag op, waar is de cake? Hey, onderkant. Hey, dit is dus een hele grote verandering. Ik ben dus nu weer thuis. Ik heb de hele terugweg niet gevlogd. Dat kwam omdat ik gewoon lekker chill wilde zitten in de bus. En niet de vlogcamera erbij pakken. Maar ik sta dus nu op het punt om hier ook weer weg te gaan. Want ik ga dus nu naar mijn tante in Pijnakker toe. Super zin in. Voor mijn verjaardag, wow. Voor de verjaardag van mijn nichtje. Die is 13 geworden. Happy birthday. Ik ga even wat sieraden omdoen. Armbanden. En dan is mijn outfit helemaal af. Ik heb dit nieuwe witte blouseje aan. Van de H&M. Broek nog steeds hetzelfde. En schoenen nog steeds hetzelfde. Nagaan. En dan ga ik er zo vandoor. Ik ga naar mijn nichtje. Yes, Liz. Ja, dadelijk gaat het op, maar dit is een warme cheesecake. Van Laurien. Heeft ze zelf gemaakt. Zal ik die gewoon bij doen? Papa, wil jij nog een cheesecake? Nee. Dit moet je echt gaan editen, dit is echt goed. Ik heb wel val. Ik wel, ik heb ook val. Altijd eten, hè. Oké, we hebben dus net een video opgenomen. Binnenkort live op mijn kanaal. Het is nu... 9. Oh. We hebben een half uur gefilmd. Maar misschien zien jullie deze video eerder dan die. Maar het is de motorlijk die too tech geworden. Yes. En die is super leuk geworden. En ja, we hebben echt kapot uitgelachen om één vraag. Maar dat zien jullie allemaal in de video. We gaan nu lekker naar beneden. We gaan lekker chillen in de tuin of zo. Of Pepper, kijk maar aan. Overblijven gewoon hier. Kunnen we Je zet het. Ja, we gaan een andere video opnemen. Op voor mijn YouTube kanaal. Pepper heeft geen YouTube kanaal, but okay. Als Jamie 100 duimpjes omhoog kan krijgen op deze video, ga ik een YouTube kanaal beginnen. Oh ja. Jullie, we zijn echt duo penotti van elkaar. Duo penotti, twee kleuren in een potty. Duo penotti, twee kleuren in een potty. Oké, trouwens. Nee, als Jamie 1000 blijft, want anders dan... Oké, trouwens, guys. We hadden Quint en ik hadden wit aan, check. Maar Pepper had een zwart aan. Dus die heeft toen snel iets wit gepakt, waardoor we een beetje matchen. Niet qua skin color, maar... Maar wacht, hallo. Wij gaan nog, hè. Wij gaan nog. Dus wij worden nog getend. Denk het ook. Dus, ik spreek jullie zo weer. Peace. Bye. Bye. Weer een paar uur verder. Ik ben inmiddels thuis. Ik lig een beer in mijn bed. Het is nu... Even kijken. Het is nu bijna half
11. En ik ga dus lekker slapen. Nou, ik ga nog een vlogjes kijken van Monica en zo. Super zin in. En voor de rest ga ik vandaag niks meer boeiend doen. Dus ik ga lekker slapen. Ik bedank je voor het kijken. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram, Twitter en Snapchat. En oh ja, als je even abonneert zou ik het ook heel erg leuk vinden als je dat belletje aanklikt. Want dan krijg je vanaf dan iedere keer een nieuwe melding op je telefoonscherm. Wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dat je me ook lekker kan kijken en gelijk aan kan klikken. Dus, bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei doei!